Joeri Cornelissen. Met een vorsende blik. En een goed schot. Wat heet. Een schitterende goal van NAC. Wat een heerlijke uithaal van Joeri Cornelissen. En NAC is nu ook daadwerkelijk terug in de wedstrijd. Vol op de vreef. Stekelenburg zit er met de vingertoppen nog aan, maar het is onvoldoende. De vijfde minuut naar rust. Het VHR. Stekelenburg blijft staan en dan zit die bal erin. Via Mechuamoa. En staat vlak naar rust. NAC naast Ajax. Een moeilijke vrije trap voor een doelman, omdat die bal voorbij de tweede paal zeilt. Amoa niet gedekt en zo staat het 1-1. Vrije trap vanaf de linkerkant leverde de gelijkmaker op van NAC via Amoa. Deze vrije trap komt vanaf de andere kant. Er staan er 2-5 en Penders maakt 2-1. En binnen 10 minuten na rust is NAC van een achterstand naar een voorsprong. Stuart langs Veldman en Stuart scoort. 2-0. Of 9 voor rust, naar de goede paas van de nieuwe huurling. Veldman blijft weg en dan is het makkelijk. En Cairo met zijn eerste echte goede kans, Stekelenburg er op tijd uit. Zeher, en weer Cairo en weer Stekelenburg. En weer Cairo en nu zit hij wel. Aanvallend, 3 keer is dus scheepsrecht. En NAC komt die voorsprong toe. Dat blijft hangen en dan zit hij er prima in. Keurig gedaan hoor. De bal blijft niet alleen hangen als de kans hem aangeeft. Het is Perica die hem keurig tussen 2-3 Ajax-ieder vrij weet te spelen. Een minuut of 12 gespeeld. Tony Vidmar ontvangt de bal net over de middenlijn. En hij gaat door omdat hij niemand tegenkomt. En als hij helemaal niemand tegenkomt, scoort hij. Hij maakt het voortreffelijk af. En NAC leidt al snel in de wedstrijd. Vidmar dus de held. Terwijl gaat verder Leonardo. Nou, de kans voor de Graaf. En daar is de 1-0 voor NAC. Een gouden wissel, want Leonardo was daarbij betrokken. En Edwin de Graaf schiet de bal via de vingertoppen van Stekelenburg in het doel. En NAC staat op 1-0.